Hallo lieve katties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we zijn onderweg naar de nieuwe Centering Pregnancy. Yeah. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Dus de zwangerschapsgroep die ik eigenlijk eens in de zoveel tijd heb met alle ladies. En ik mag ook weer eens een keer bij zijn. En inderdaad, de mannen die mogen vandaag mee. Dus dat is super leuk. Ik ben heel benieuwd wat we gaan doen. Maar sowieso leuk om van al die meiden ook even de daders te zien. ja, ik heb geen idee. Of we gaan puffen, of dat we gewoon gaan praten. Of geen idee. Maar het is sowieso leuk dat Sergio weer even het hartje kan horen. Van deze druk te maken in mijn buik. En ja, het is wel even geleden. Het is inderdaad even geleden. Volgens mij ben ik de meest verre van iedereen. En volgens mij is het ook nog zo dat in ieder geval van iedereen die het heeft verteld en het ook weet, krijgen ze allemaal een meisje. Dus tot nu toe ben ik de enige die een jongen krijgt. Nou, we nemen jullie gezegd mee. Zuster, wil je me even helpen? Ik wacht even niet bewegen en praten. Oh, ah, dus ik zal praten, we doen. René, dit is nu de band om. Kan ik dan een beetje te verstaan. Maar hij wil het volgende keer niet hard, oké? Nee, ik heb twee to-do's. Eigenlijk is de ene. Het is wel gelijk kijken of de mannen goed hebben opgelet, hè? Ja. Is al meer dan mij? Ja, ze gaan harder. Oh my god. Hebben jullie een hele lijst? Zeker. We wisten alleen even niet of het om jullie mensen ging tijdens de bevalling of voor ons. Oh, en jullie hebben ook nog mensen. Ik steek ze erbij en zo. Ja. Kussen, zodat je flauw kan vallen. Ik heb één keer gehad dat er een spier in mijn wiel schoot en dat was echt niet meer van. Nou, we hopen allebei wel op muzikale tijd. Ik hoop dat hij een clown is. Een clown. Een clown, net zoals jij vroeger. Dat mogen we zeggen dan. Jordan heb je gesproken? Ja, jouw doel heb ik gesproken. Jouw discipline. Mijn discipline, ja. Jouw blauwe ogen.
mijn donker haar. Ja. Ik probeer het ideaal te maken. Oh ja. Donker haar en blauwe ogen. Ja. Ja, zo ook zijn. Nee, jouw is dan. Mijn geduld. En wat niet? Alles gewoon. Oh, gewoon alles gewoon. We zijn gewoon helemaal perfect. En wat niet? Nou, het is sowieso niet mijn impulsiviteit. Dat kan soms ook wel goed zijn, niet te veel. Ook geen onzekerheid. Niet te veel. Ja, dat is aan de zakelijke kant. Kan ik wel eens jaloers op zijn? Ja, en ook wel vervelend. Ik hou het bij jaloers. Ja. Ja, dat denk ik. Ja, vooral artistiek ook. Ja, ook wel gewoon allebei. Dus in muzikaal. En... Maar jullie zijn ook beide muzikaal, toch? Of was ja. Dat toch meer aan jouw kant? Nee, beide. Ja. 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 Zo hoop ik wel dat hij dat overneemt. Ja. Ik ben wel muzikaal, dus hij kan ook echt iets. Ja, inderdaad. Ik kan het niet zo. Ik ken hem niet. Maar. Ik ken maar. Niet op 1 en 3. 2 en 4. Oh ja. Dat is ook weer. Ja, dat is dat. Is dat 1? Ja, waar begint er 1? Ja. Ja, dus dat is het 1. Mooi. Ja. Dat ziet er goed uit. Ja, dat hoop ik ook. Je bent blij als je mag gaan persen. Dan denk je van, oh, daar, oh ja, mag ik er iets mee gaan doen. Ja. Maar nee, ben je ook blij? Moet hij daar? Misschien was het daar voor kinderen. Ja, ja. 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 Een tuutje wat dicht zit tijdens de zwangerschap en wat jullie beschermt tegen een vroege geboorte. Maar als je ook al eerder bevallen bent of je hebt veel voorwegen gehad, dan kan het zijn dat je dus, wat jij zegt, ietsjes openstaat. Dat je iets ontsluiting hebt. En is je nog steeds stug en lang, wat je dus beschermt, dat je niet eerder gaat bevallen. Als jullie weeën krijgt, zoals in de latente fase, komen er heel veel hormonen bij vrij. En dan wordt die baarmoedermond dunner en zacht. En uiteindelijk wordt die baarmoedermond zo dun als een papiertje. Dus je kan je voorstellen dat dat dus bij een eerste best wel een poos duurt, voordat je lichaam wel door heeft en dat helemaal gebeurd is. En daar komt dus ook bloed bij vrij. Ja, als dit helemaal dit heel goed door bloed, deze baarmoedermond, als dat heel dun wordt, dan komt daar bloed bij vrij. Dat vinden we niet erg, dat mag ook. Als die baarmoedermond mooi dun is geworden, dan krijg je dan door de weeën en de druk van het hoofd op die baarmoedermond, dat die baarmoedermond open gaat. En dat noem je ontsluiting. Dus het kan zomaar zijn dat als je dus in de vroege fase heel veel harde buik en voorweeën hebt gehad, dat je dus de latente fase begint met al wat ontsluiting. Dat kan. Maar het kan ook zijn dat we bij jullie thuis langskomen, dat het dan 1, misschien 2 centimeter is, niet heel veel. Maar het kan ook zijn dat je al wat verder bent, 4, 5 centimeter. Dat bepalen op dat moment als we bij jullie thuis komen waar ze staan. Zo, we zijn weer thuis van de centering. Hoe vond je het? Ja, leuk. En, lieve meiden, hè? Leuke mensen allemaal. Ja. En allemaal onwijs zwanger. Ja, allemaal dik. Ja, nee, leuk, leuk om te horen hoe het bij iedereen vergaat. En dat ze het rondje deden van wat wil jij dat hij van jou krijgt of juist niet. En ook zeker fijn dat ik nu ook wat duidelijker heb van welke fases we allemaal ingaan. Ja, maar dat is het leuke van die groep, want... Normaal gesproken dan ga je natuurlijk apart naar de verloskundige en dan krijg je af en toe een verhaaltje. Maar nu kan je het ook lekker met elkaar delen en kan ze veel meer aandacht aan ons kwijt eigenlijk. Dus ja. Het is zowel leuk en fijn en informatief. Dus. Ja, wat leuk dat je weer mee. Volgende week kan je helaas niet mee. Ik vond het leuk dat ik weer eens mee mocht.
Dat je het hartje hebt gehoord. Ja. Ja, nee, hartstikke leuk. En inderdaad, de volgende keer kan ik er niet bij zijn. Dus daarom was deze extra speciaal. Ja. En dan... Dus ik moet me zorgen dat ik alles goed in mijn oren knoop. We hebben nog wel de 25 weken echo. 25 weken echo, nee. De 30 weken, 35 weken, weet ik veel, in januari. We hebben nog een liggingsecho, zeg maar, te gaan. Zodat we weten hoe die ligt en of het allemaal goed gaat. Dus dat is leuk. Sorry. Nou, tijd voor bed zo te zien. Ja. Vond je dit een toffe vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te drukken, zodat je op de hoogte blijft. En weer bedankt voor het kijken. Tot de volgende! Ciao! When I'm with you.